Suriname heeft zich vanaf woensdag gecommitteerd aan het verdrag van Minimata. Dat betekent dat Suriname is begonnen met het uitbannen van het gebruik van kwik in de goudsector. Dit meldt het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in een persbericht. Binnen de mijnbouwsector zijn er op diverse momenten door verschillende actoren nieuwe methoden gepresenteerd voor kwikvrij mijnen. Het proces om tot ratificatie van het Minimata-verdrag te komen is ondersteund door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS. De kleinschalige mijnbouw maakt in Suriname nog steeds op grote schaal gebruik van kwik. Het verdrag is er ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de negatieve effecten van kwik. De volgende stap is dat het verdrag in DNA wordt behandeld en goedgekeurd. De ratificatie van dit verdrag biedt ook de mogelijkheid aan Suriname om technische en financiële hulp te ontvangen van internationale milieuorganisaties.